guys, een hele goede morgen. Ik vind het echt heel raar om te vloggen met dit kapsel. Ik ga stuk. Het is echt zo warm dat ik geen zin heb om mijn haren te feunen. En al helemaal geen krullen te hebben, mijn god. Dus ik dacht, ik ga gewoon lekker een knotje doen. En ik heb echt nog heel veel haarstukken gewoon in mijn kasten liggen. Ik heb vaak dingen gekocht, maar ik doe ze nooit in. Want ik ben eigenlijk helemaal niet zo'n fan van nep haar. Ik vind het ook echt helemaal niet fijn om het in mijn haar te hebben. Vandaag dacht ik, laat ik even kijken hoe het eruit ziet. Dus dit is het geworden. Ik voel me echt heel raar met stel haar. Maar het is een look. I love it voor nu. Ik ben dus bezig met de voorbereidingen. Wij gaan lekker op vakantie. Dus ik ga jullie even vandaag in deze vlog even meenemen in de voorbereidingen naar onze vakantie toe. Laatste kleertjes aan het halen. Laatste behandelingen. Ik ga eventjes morgen ook gelijk mijn wenkbrauwen doen. En ja, dan zijn we eigenlijk ready om te gaan. Het is geweldig. Het is natuurlijk super warm. Niemand gaat naar de mall. En ik ben net hier geparkeerd. Er staan letterlijk maar een paar auto's om me heen. En alles is gewoon leeg. Mijn god. Heerlijk. Ik kan gewoon even lekker rondkijken voor de vakantie. Ik heb gewoon een paar kleine dingetjes nodig. Ik ga ook geen nieuwe bikinis of wat dan ook halen. Want ja, ik heb voor Griekenland toen bikinis gehaald. Ik vind het prima. Dus ik ga niet nog een keer bikinis halen. Echt onzin. En ik ga gewoon hier nog een paar dingen voor op het strand of zo halen, denk ik. Nou ja, strand in Dubai. Voor aan het zwembad dan. En that's it. Ik ben blij. Ik hoop dat er trouwens nog wat is. Want de zomercollectie is letterlijk weg. En ik kom nu nog lekker aan wandelen als de herfstcollectie er is. Maar ik hoop dat er nog wat tussen zit dat ik mee kan nemen. En ik ben totaal niet geslaagd. Ik heb alleen maar de mango. Schoenen gekocht. Wel echt super cute. Kijk, één keer. En zilver. Ik draag altijd goud en ik heb zilver gekocht. Maar het komt goed, want ik heb andere soort sieraden deze vakantie. En ik heb dit gehaald. Oh mijn god. Ovenminis. Tombar. Of pombar. Zo lekker. Mmm. Dat is echt abnormaal lekker dit. Die crisp. Love it. Ik heb net een heerlijke koffietje gehaald. Ik ben er lekker van genieten. Ik ben lekker van mijn koffietje aan het genieten. Ik heb net even foto's gemaakt en een campagne opgenomen. Dus daar ben ik lekker klaar mee. Die moet ik nu even editen in de auto. Die ga ik gewoon even lekker tussendoor doen. En daarna ga ik even terug naar Nessie. Nou, we moeten het huis nog schoonmaken. Ik wil mijn beddengoed nog vervangen. Ik wil gewoon alles even wassen. Opvouwen. Alles moet netjes zijn voordat wij vertrekken. Wij hebben net onze bed verschoond. Dus een hele huis. Het is lekker schoon. Oh, lekker aan het werk, jongen. Net zoals ik vandaag een beetje aan het helpen. Daar ben ik heel blij mee. Als jullie weten is onze bed van Emma. Nog steeds heel blij mee. Ik heb in de vorige vlog ook gezegd. Super mooie stof. Het is van Emma. Onze dekbedden zijn van Emma. Onze beddengoed is van Emma. Letterlijk alles. Ik dacht trouwens de kussens aan het wassen. Ik dacht, dat ga ik ook een keer even doen. Echt een type die altijd dezelfde beddengoed heeft. Gewoon lekker wit. Ik doe nooit iets speciaals met mijn bed. Het ziet er altijd een beetje hetzelfde uit. Als het maar heerlijk schoon is, is voor mij belangrijk. Maar ik hoef helemaal niet allemaal 10 kussens en zo op mijn bed. Dat vind ik gewoon heerlijk. Lekker minimalistisch, simpel. Geeft me echt heel veel rust. Mag ik jou aangeven dat er momenteel heel veel kortingen zijn op de website van Emma. En daarbij heb ik natuurlijk een extra kortingscode voor jullie. Mochten jullie beddengoed willen, een nieuwe bed, matras, noem maar op. Alles om heerlijk te slapen. Dan heb ik natuurlijk nog een kortingscode voor jullie. En het is Miriam of Miriam 10. Ik zal het nog even nachecken, maar ik zal het hier even noteren voor jullie. Ik zal even alles noteren in de beschrijving, zodat je het allemaal kan terugvinden straks. De link, kortingscode, alles. En dan kan je heerlijk shoppen. Hele goede morgen vanuit Dubai. Ik ben naar de kapper geweest, want ik had besloten, laat ik mijn haar even feunen, want het is hier echt zo warm. En ik had helemaal geen zin in krullen en al helemaal niet zin in de feun. Dus ik heb mijn haar gefeund. Ik ben echt blij mee. Ik moet alleen even een olietje halen, want ik heb heel droog haar voor mezelf. En ik ga nu even snel mijn make-up doen. En daarna gaan we lekker naar de mall. Ik ben trouwens zo blij met mijn huid. Kijk, ik heb geen make-up op mijn huid. Ik heb alleen maar lipliner op, letterlijk. En I am glowing. Echt happy. De eerste keer dat we in Dubai zijn. En Nessie
ook naar de kapper is geweest in Dubai. Man, spielen we zelf. Allebei naar de kapper geweest. Wow. Dat kan je normaal nooit zien, maar zo lang is dus mijn haar. Kijk, zo lang is mijn haar. Dat zie je echt nooit. We're gonna party! Woo! Bitches! Lieve mensen, wij verblijven dus bij Sofitel de Palm. En blijkbaar zijn ze dus hier bezig met werkzaamheden. We staan al 30 minuten in de taxi. En we zijn nog niet eens de straat uit. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe lang dat gaat duren. Oh, mensen moeten er een beetje chagrijnig van. We hebben een beetje trek. En we weten al wat we gaan eten, Hennis. Wat gaan we eten dan? Ben je zeker? Mm-hmm. Met Shake Shack? Ja, ik heb echt wel gewoon zin in Shake Shack. Eerste dag vakantie in Dubai is bij ons altijd Shake Shack. Ik heb er altijd zin in. En daarna ga ik denk ik die dadels halen. Dan neem ik gewoon mee. En ik wil Red Bull Light voor in mijn kamer. Ja, nou. Stay with Ezzedi. Baba! Ezzedi! Ah, hoi! Oh, gezondheid, gezondheid, Allah. Hallo, mijn mond is vol water, hè? Oh my god, eindelijk. Wow, wie? Dus ik ben bij de Sephora en ik heb even heel snel Gizu haarolie gekocht. Mijn haar ziet er nu zo uit. Oh my god, echt kroes geworden. Hoe cute deze is, guys. Het is zo'n travel haarolie. We hebben tradities. We gaan eerst de dag gaan we Shake Shack en frozen yoghurt. Love it. Very. We hebben geleerd in Dubai is gewoon ontbijt bestellen. Bij ontbijt echt nooit meer in het hotel, want het is niet eens zo heel erg lekker. Maar we bestellen dus altijd de eerste dag zaken en zeet. Oh my god, Nessim, even open. Dit is gewoon heaven voor mij. Allah, ah. Dit is zo lekker. Oh my god. Nee. Getting ready for the pool. Dus ik heb me klaargemaakt voor de pool. We hebben echt een soort van uitgeslapen. Het is al bijna 1 uur. En we gaan nu richting het zwembad. Ik heb echt een heel leuk jurkje aan. Die heb ik gescoord bij de Zara sale. I love it. Oké. Zijn je net verhuisd? Wat een verschil. Ja, echt. Wij hadden dus... ik denk dat de camera een beetje gaat staan. Nee. Wij hadden dus een kamer geboekt met de Palm View. En we hadden echt een heel... Ja, we hadden eigenlijk op onze kamer helemaal geen leuk uitzicht. We keken gewoon letterlijk naar een gebouw. Dus we zijn verhuisd en we hebben nu een Palm View. Echt super mooi. Dit is ons uitzicht nu. Is toch veel beter, man? Ja, echt veel beter. Hè? I love it. Heel mooi. Chef, wat is een beetje geleven? Oh, brrrt. Nieuwe hotelkamer, nieuwe spiegel. Ik heb vandaag een zilver setje aan van de Zara. Zilver oorbellen. Oh, kom maar. Zilveren oorbellen ook van de Zara. En zilveren hakken ook van de Zara. Zo, mijn voeten zijn opgezwollen. Deze spiegel zie je mijn outfit iets beter. Dit zijn dus mijn schoenen van de Zara. Echt heel mooi. En ze zijn eigenlijk best wel comfy. Wat doen dan? Gekke bestelling heb je. Dat is gek, hè? Ik ben heel benieuwd. Ik heb een salade. Deze salade is mega groot. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar het is zogenaamd de kleine. We zijn dus bij de Cheesecake Factory en alles is hier zo mega groot. Kijk op de cola. Mensen eten het wel echt alsof ze het lekker vinden, zeg maar. Ik sluit de vlog af met... First time takis. Mensen die een mukbang doen.